deze beschouwing. Die gaat over moraliteit en de wil tot macht. Moraliteit houdt in dat jij je gedraagt. De Duitse schrijver Arthur Schopenhauer heeft ergens in 1840, begin van de 19e eeuw, meegedaan aan een wedstrijd van de Koninklijke Academie van Denemarken, waarin de vraag beantwoord moest worden, hoe zit het nou met moraal en waarom is dat nodig of noodzakelijk? Het antwoord van Schopenhauer is dat de mens die besef heeft, door dat besef moralistisch is. Simpel gezegd, iemand met verstand, dat je dat verstand ook gebruikt, hè? Niet alleen dat je verstand hebt, maar dat je het verstand ook gebruikt, dat zijn mensen die zijn fijn in de omgang. Dat zijn mensen die gaan met hun medemens om zoals zij willen dat de medemens met hun omgaat. Dit laatste komt uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament. De oude Chinees Confucius die heeft ooit gezegd: wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Niet in het Nederlands natuurlijk, maar op zijn Nederlands vertaald is dat zo. Klinkt dat zo. En dan rijmt het ook nog. Leuk, hè? Schopenhauer heeft trouwens die uitspraak van Confucius gebruikt als basiselement voor zijn inzending voor die prijsvraag van de Koninklijke Deense Academie. En dat werk van hem beslaat 130 pagina's. En het heet Über die Grundlage der Moral. Dat werk is op zijn Nederlands vertaald. Of in het Nederlands vertaald. En dan heet het Dat ben jij. Het komt direct uit het Sanskriet. Want Schopenhauer was een grote fan van de Veda's. De Upanishads met name. En daarin komt die frase voor. En het stemt overeen met het beeld wat Schopenhauer had gekregen van de werkelijkheid. De objectieve werkelijkheid. Kijk, de objectieve werkelijkheid is dat wij atomen zien en moleculen. En de objectieve werkelijkheid is tevens dat wij weten dat alles wat wij zien aan atomen en moleculen en ga maar door, dat is niet alles. Dat is namelijk alles wat wij zien. En Schopenhauer zegt, er is dan de wereld, hè, waarin jij loopt en ik loop en we zijn allemaal, hè,
En we kijken naar elkaar. En die wereld, die bestaat uit twee aspecten. En dat ene aspect, het is de wil. En het andere aspect is de voorstelling. En de voorstelling is de... Ja, niet per se een toneelvoorstelling. Maar het is hoe wij ons de wereld voorstellen. Wij spreken bijvoorbeeld van tijd en ruimte. Als zijn de twee verschillende dingen. En, waarom is dat? Het is maar helemaal de vraag, hè, hoe het nou werkelijk zit. Feit is dat wij onderscheid maken tussen tijd en ruimte. Onweerlegbaar. Dat hoort allemaal tot de voorstelling. De objectieve werkelijkheid. De wil is datgene wat de voorstelling veroorzaakt. En jij met jouw aanwezigheid, jouw lichaam, een resultaat, een product, een gevolg van die wil. En alles om je heen ook. Dus vandaar de frase, dat ben jij. Die dan zo mooi past bij het werk van Schopenhauer. Want dat ben jij, dat is de emotie die jij moet hebben wanneer jij kijkt naar een ander. Naar een hond, naar een plant. Nou, een plant misschien niet. Maar naar een dier zeer zeker. Ik weet niet of Arthur Schopenhauer een veganist was. Het zou mij niks verbazen. Ik denk als hij momenteel geleefd zou hebben dat hij veganist was geweest. Ik weet niet of dat in de dagen van Schopenhauer populair was of tot het denkbeeld behoorde. En je kijkt om je heen en je ziet de resultaten van de wil die dezelfde wil is als de wil die jou als resultante heeft. Dus alles wat je in je omgeving ziet, dat ben jij dus zelf in die zin dat jij natuurlijk gelijk staat aan dat wat jou veroorzaakt heeft. En dat wat jou veroorzaakt heeft, heeft ook alles om je heen veroorzaakt. Dus je kijkt alleen maar naar jezelf als je kijkt naar de oorzaken. De oorzaak is maar één namelijk. Dit verhaal van Schopenhauer met de wil, dat is niet weerlegd. Het is een voortborduren op het begrip DAS van Immanuel Kant. En ook dat werk, dat idee van Immanuel Kant, is niet weerlegd. Nou, dat wil niet zeggen dat het niet te weerleggen is. Het zegt alleen maar dat het niet weerlegd is. Dat doet een vermoeden reizen dat het niet te weerleggen is. Even niezen. En dat zou inhouden dat het waar is. Het enige wat gebeurd is met het werk van Schopenhauer
is dat er een nieuwe schrijver kwam. En die heette Friedrich Nietzsche. En die zei, ja, die Schopenhauer toch. En hij heeft Schopenhauer niet weerlegd. Hij heeft slechts gezegd van ja, die wil, dat is wel leuk. Maar het gaat, als dat je uitgangspunt is. Hè? Dus de wil is alles wat alles veroorzaakt heeft. Dan moet dat een wil zijn tot macht. En daar zit een logica in. Want wat is een wil die machteloos is? Goeie, hè, van Nietzsche. Veel mensen interpreteren dat van Nietzsche als een oproep tot wereldoverheersing of zo. Nietzsche wordt ook wel gezien als de favoriete filosoof van Adolf Hitler. Want Adolf Hitler die wilde toch de macht. Ja. En laten we dan even stilstaan bij Adolf Hitler. Adolf Hitler is die gelukt in het komen tot macht. Want kom je niet tot macht, dan doe je volgens Nietzsche niet mee. Want het gaat om een wil, daarin is hij het eens met Schopenhauer. En die wil moet tot macht komen. Maar is Adolf Hitler tot macht gekomen? Ik geef je even 10 seconden. We weten dat zijn machtsgebeuren, dat was in 1945 voorbij. Is hij daarvoor tot macht gekomen? Kan je dan nog afvragen? Ja, wat vind jij? Wat was de taak van Adolf Hitler? Wat wilde hij? Wilde hij één groot Germaans volk? Sorry? Echt waar, joh? Door in dat kader heeft hij jammerlijk gefaald. Laten we eerlijk zijn. Dat gedoe bij Stalingrad, dat was nergens voor nodig. Dat heeft alleen maar een hele hoop dode Germanen gekost. En meneer Hitler, die stond onder de, ja, onder toezicht van de paus. Daar zijn de gegevens voor. Adolf Hitler was het schoothondje van de paus. En hoe kan nou een schoothondje tot macht komen? Ik geef je 10 seconden. En als je niet gelooft dat Adolf Hitler een schoothondje van de paus was, onder deze uitzending staan meerdere kanalen van Jurk Liesman. En dan moet je daar maar even gaan zoeken. Die staan in het Duits en in het Engels. En dan wordt het jou heel geduldig uitgelegd. Moet je zelf ook wel wat geduld hebben en dan wordt het jou geduldig uitgelegd. Adolf Hitler is in het zadel geholpen en in het zadel gehouden
door de paus, net zolang tot hij niet meer nodig was. En hoogstwaarschijnlijk is hij toen met die andere nazi-lui in het kader van operatie Paperclip het land uitgevoerd. En heeft een veilig heenkomen gevonden in Zuid-Amerika. Zo gaan die dingen. Als je werkt voor de paus. Tja. En ben je dan machtig? Nee. Je bent een slaafje. Een slaafje van de paus. En de paus ging het erom dat het Duitse volk op de knieën gekregen moest worden. Het Duitse volk mocht oorlogen gaan vechten, op fronten gaan vechten, daar waar de paus het welgevallig was. En voor de rest moest Duitsland kapot. En Jurk weet daar veel van, hoor. Die weet daar, alle details weet hij ervan. Uitspraken, boeken van andere mensen. Dus was Adolf Hitler tot macht gekomen? Nee, ik zou zeggen van niet. Ja, maar wie dan wel? Winston Churchill, dat is hetzelfde idee als leider, hè? Als Adolf Hitler. Ook die zat in de pocket, in de jaszak van de paus. Jozef Stalin zat in de pocket van de paus. Roosevelt, idem dito. Alle presidenten van Amerika die niet vermoord zijn, deden netjes wat de paus wilde. Inclusief Donald Trump. En er zijn mensen hier in Nederland en die zijn dan voor Trump en mensen zijn anti-Trump. En ik denk, ja, het maakt geen donder uit. Want Trump is niet de baas van Amerika. Dat is de paus. En daarmee bedoel ik dan niet die man, maar ik bedoel het pausdom. Zo. Ja, want als je daarna gaat zoeken naar de macht, ja, wie heeft dan de macht? Johannes Paulus I, die is aangesteld in 1978, die heeft wel geteld 33 dagen lang kunnen proeven aan de macht. En toen werd hij 's morgens niet meer wakker. En op zijn lichaam is zijn overgebleven, een stoffelijk overschot. Daar is geen lijkschouwing op gedaan. Algemeen wordt aangenomen dat Johannes Paulus I vergiftigd is. En hoe machtig ben je dan als je vergiftigd wordt door je eigen organisatie? Volgens mij heb je dan niet veel macht. Door die Ratzinger, die paus werd na Johannes Paulus II. En hij werd dan Benedictus XVI. Die is afgetreden. Iets wat een paus helemaal niet kan doen. Maar hij dan wel. Ja, hoe machtig is die dan? Hoe machtig is een paus die geheel tegen de regels in is afgestapt van zijn functie? Ja, niet erg machtig lijkt mij, hè?
En dan nemen we de huidige paus, Franciscus de Eerste. Nou, Franciscus de Eerste heeft hele jolige uitspraken gedaan over sodomieten. Of zoals ze in het straattaalgebruik heten, dubbele punt, reetridders. Dus mannen die hun geslachtsorgaan wel eens stoppen in de anus van een andere man. Franciscus heeft gezegd, wel ja, als die mensen willen trouwen, nou dat moet kunnen. Of woorden van gelijke strekking, of dat hij zei, het kan misschien nog niet, maar ik zet de deur een beetje open. Ik verdiep me niet zo heel erg in wat die man nou precies zegt. Ik weet wel dat woorden van ongeveer dat soort strekking heeft hij geuit. En vanuit de klassieke, noem het maar orthodoxe, katholieke hoek, zijn ze daar zwaar over gevallen. En er is zo'n YouTube kanaal, juist vanuit die streng katholieke hoek, dus dat noemen we de ouderwetse of zo, de fundamentalistische, conservatieve, kan je ook nog zeggen, katholieke hoek. Die hebben zo'n YouTube kanaal, daar kijk ik wel eens op. Die zijn niet blij met Franciscus. En vanuit die hoek heb ik vernomen dat er met Franciscus de Eerste is gesproken. Jorge Mario Bergoglio heet hij eigenlijk. Dat er met hem is gesproken en met hem is afgesproken van ja, we kunnen niet nog een paus hebben die er niet meer is. Dus het lijkt ons beter dat je lekker blijft zitten waar je zit. Maar je bent bij deze ontheven van je macht. En de honneurs voor jouw beslissingen, zeg maar, die jij als paus zou moeten nemen. Hè? Die honneurs die worden overgenomen door een driemanschap. Twee kardinalen en één bisschop. Dus dan rest dan weer de vraag, wie is er tot macht gekomen? Als Adolf Hitler het niet was, Donald Trump het niet is. Nou, John F. Kennedy, die was dan katholiek, maar die deed een beetje iets te veel zijn eigen zin. En die werd op Dealey Plaza voor de kop geknald. Dus hoe machtig was John F. Kennedy? Nou, niet echt, hè? Nou, de paus is ook niet, heb ik je net verteld. Wie is er dan machtig? Ja. Nou, zo kwam ik daar. Ik was er vanmorgen over aan het nadenken. En toen kwam ik ergens op. Dan dacht ik, hey. En dat ging als volgt. Ik was niet lang geleden, maar een paar jaar geleden hoor. Maar toen was mijn dochter meegevraagd door een vriendinnetje van haar om mee te gaan met vakantie. En dat vriendinnetje van mijn dochter, die zou met haar vader en de nieuwe moeder, de nieuwe vrouw van haar vader, haar ouders waren gescheiden. En ze zouden naar iets met de Canarische eilanden gaan of zo. Nou, vond ik hartstikke leuk voor mijn dochter. En met haar afgesproken van nou, dan wil ik wel eventjes kennis maken met die mensen, met die ouders, hè, waar je naar mee gaat. Hè. Dus zo gebeurde. En dan zag ik die man, en dat was die woonde in Velp Noord. En dat is de Rijke Luis wijken. Man. Zo'n vrijstaand huis en nou, je kent het wel. Zo'n woning waar je bijna nog een kaart nodig hebt als je naar het toilet moet.
En een mooie tuin. Ik gun het die man van harte hoor. Ik ben echt niet jaloers of zo. Verre van dat. En die man zit goed in de kleren. En nou, zijn nieuwe vrouw, die zat ook goed in de kleren. En, nou, die zag er ook nog wel goed uit. En zijn ex, dus de werkelijke moeder van dat vriendinnetje van mijn dochter, die woonde niet ver verderop. Dus die woonde ook in de rijke luisbuurt. Nou, ik kan een beetje hoofdrekenen. Dus ik denk ineens van, wow, hier praten we over alimentatie. Hè? En dan niet dat zielige bedragje wat ik ooit betaald heb. Hé, hey, ben jij maf? Dit gaat big time er tegenaan. En toen hoorde ik ook nog van die... Wat was het nou alweer? Die man zei dat volgens mij. Van ja, we hebben een lekkere vakantie gepland. En we gaan er eventjes helemaal tussenuit. Want, en er was dan zijn nieuwe vrouw. Die had diagnose borstkanker. En er zou nog een zware periode aankomen. En we gaan nou lekker naar de Canarische eilanden. Of zo. Ik heb niet alles precies willen onthouden. Ik dacht alleen maar, wat afgrijzelijk. Ja, daar was ik even van geschokt. En dan keek ik naar het leven van die man. En ja, hij zal wel werken als in het management van een grote company. Wat hij had aan bezittingen en hypotheken en zo. Ja, dat is voor een loodgieter niet te betalen natuurlijk. Wat zou die man binnen moeten halen? 20, 25.000 euro gemiddeld per maand of zo? Wauw. Zo iemand lijkt dan machtig, snap je? En toen bekroop mij het gevoel dat ik machtiger was dan hij. Want weliswaar heb ik maar een flatje van... Nou, stelt echt geen donder voor... Maar vroeger woonde in dat flatje wat ik nu heb, daar woonde een gezinnetje. Gezinnetje met twee kinderen of zo. Dan had je een woonkamer, een klein slaapkamertje en een wat grotere slaapkamer. Ja, een klein geinig keukentje. En twee kleine balkonnetjes. Daar moest toen een gezinnetje het mee doen. Dat heb ik nu in mijn eentje. Voor 377 euro in de maand. Nou, ik heb dan geen lift, maar dat maakt niet uit. Hè? Ik woon op de derde verdieping, maar dat maakt niet uit. Dat is ook lekker veilig. Ja. Ze kunnen bij mij niet zo makkelijk inbreken. En ja, alimentatie, dat hoef ik niet meer te betalen. Ik ben bedrijfsmatig zo goed als aan de grond. Dus dan valt die verplichting weg. Ik heb een jaarcontract als huishoudelijk hulpmedewerker bij de gehandicaptenzorg. Overmorgen ga ik gebeld worden voor de eerste werkafspraak. Dan ga ik niet veel verdienen. Nee, ben jij maf. Maar ik hoef ook niet zo kletterhard te werken. En die man daar in Velp, ik kan me echt voorstellen hoe zijn werkweek eruit ziet. Dan zal hij wel een dijk van een auto hebben. Maar dan zal hij ook heel wat dijken en zo mee af moeten rijden. He, nog eventjes na het eten dat we genoten hebben in wegrestaurant De Witte Bergen, scheuren we nog even naar Zwolle. En dan zijn we s'avonds om 11:30 thuis. En 's morgens om 6:30 gaat de wekker weer. Oh, ik ken dat leven. En dan verdien je wel een hoop geld. Maar heb je dan macht?
daar komt mijn punt. Heb je macht? Ben jij de wil tot macht? Want als je dat niet bent, dan ben je volgens Friedrich Nietzsche een e-holtje. Dan ben je helemaal niks. Wie ben jij? En dan ga ik niet zeggen dat ik goed ben of whatever. Daar gaat het mij niet om. Het ging even het oordeel over mezelf. En ik prees die man niet gelukkig. Dan heb je al een hele hoop geld. Mag ik hopen? Dat valt soms ook nog wel tegen hoor. Als je dat gaat kijken dan. Maar laten we hopen dat het bij hem allemaal financieel reuze snor zat. En ik dan niet. En hij heeft dan een groot huis in Velp Noord met een tuin en ik niet. En ik heb twee kleine balkonnetjes. Ja. Maar op het balkon, daar zit hij naast mijn IKEA-bed. Hè? Daar heb ik zo'n hele grote bloempot. En daar heb ik radijs in gezaaid. Een tijdje terug. Dat staat nu bijna een meter hoog. En leuke witte bloemetjes erin. Dat is toch leuk, man? Ik vraag me af, volgens mij kan ik die zaadjes dan eruit halen? Uit die bloemetjes, denk ik. Dan heb ik weer nieuwe zaadjes voor volgend jaar. Ik bedoel, ik heb dan geen tuin, snap je? Maar ik ben niet ongelukkig. Ik heb genoeg. En mijn woning kost maar €377 in de maand. En met die fantastische carrière die ik dus ga beginnen bij de gehandicaptenzorg. Gewoon in de ondersteunende diensten. Dus niet als therapeut of zo. Dat is aan mij niet besteden. Maar lekker een beetje schoonmaken. En misschien dat ik zo dadelijk telefoon mag opnemen. Of weet ik veel wat. En ik heb er zitten rekenen van wat ik dan ga verdienen in de maand. Nou ja, een vetpot wordt het niet. Maar ik verhonger echt niet hoor. En ik heb een hoop uurtjes voor mezelf. Uurtjes die ik heerlijk ga besteden. Want mijn wil is dat ik een... En dat ik een computerprogramma schrijf wat het verhaal vertelt over hoe een computerprogramma in elkaar moet zitten. Ja, het wordt nog een heel lang verhaal. En ik ga er ook van uit dat ik met die hele klus nog wel, nou toch, ja, dat ik tot aan mijn dood nog bezig ben. En in die zin is het ook wel prettig dat ik, ja, ik mik toch op 20 jaar of nog wat meer. Ja, dat de heren, ik ben een christelijk bijbelgelovend, hè, dat die mij die tijd geeft. Maar als ik die tijd niet krijg, dan heb ik nog steeds voldoende geschreven, vind ik. Hoor. Zelfs als ik nu dood neer zou vallen, zo. Zelfs nu laat ik wat achter. Hele mooie software. Maar het mag nu al wat verder aan gebouwd worden. En ja, ik ben ook wel stevig bezig. Ik heb hier een aantal schetsboeken liggen. En jaren geleden in zitten schetsen. Voor het ontwerp. Heel lang geleden, die zijn auto. Die schetsboeken zijn meer dan 15 jaar oud. En ik heb nu een nieuw schetsboek van de HEMA. Ja, een hele dure.
Nou, er zitten ook alweer 25 pagina's in. Van dit jaar. En die schetsboeken, tezamen met de broncode die ik geschreven heb, dat mag boekdelen spreken. En dat is mijn wil om, om daaraan te werken. Het is mijn wil om de mensheid te bevrijden van het juk van de grote automatiseerders. En daarmee ook van de banken en al die meuk. Het is mijn wil om daar wat aan te doen. En dat betekent niet dat ik per se die bedrijven moet gaan opblazen met bommen of zo. Nee. Mijn strategie is, ik lever software af. Wat dan opgepakt gaat worden. En dat mensen zien van, oh... Nee, oh, maar zo kan het ook. Ja. Snap je? En of ze dan aan mij denken, of ze dan nog weten dat ik Perry Winkel heet, dat interesseert me helemaal niks. Want God ziet alles. Snap je? En dan terug naar die macht. Kijk, een slaaf heeft geen macht. Daar ben je met me eens, hè? Een tiran, die heeft macht, maar die is temporeel. Degene die vreest voor het voortbestaan van de macht van de tiran, dat is de tiran zelf. En de rest is alleen maar bezig om de macht van de tiran te breken, toch? Dus, en is dat een machtssituatie waarin je iedere dag moet vrezen voor het voortbestaan van je macht? Aan jou een vraag. Nou, ik heb je net verteld dat ik vrees niet voor het voortbestaan van mijn macht. Want... ik word huishoudelijk medewerker bij een hele grote organisatie voor, die werkt voor de gehandicaptenzorg. Nou, ik ben van voornemens om me daar te gedragen als het allerliefste, netste, beleefdste jongetje van de klas. En het enige wat ik moet doen is ik moet ervoor zorgen dat ik 100 uur in de maand draai. In een goede maand en dan ja, gemiddeld... is het 80 uur in de maand of zo? Dan ben ik klaar, hè? Qua geld. Dus zie ik dus de toekomst somber in? Nee, helemaal niet. En ik heb ook al geïnformeerd bij de sociale dienst hier in Arnhem. Heb ik een heel goed contact. Twee goede contacten. En als ik faal in huishoudelijk medewerker te worden bij de gehandicaptenzorg, stel, hè, dan ga ik terug naar die dames. Dan zeg ik, nou, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Kom dan toch maar op met die uitkering. En dan ga ik met die uitkeringen op zak wel vrijwilligerswerk doen voor die 20 uur in de week. Of 24 uur in de week. Want ik hoef toch niet 40 uur, 50 uur, 60 uur in de week te programmeren. Dat heeft niet zoveel zin, namelijk. Want ik moet mijn tijd niet alleen gebruiken om te programmeren. Ik moet mijn tijd ook gebruiken om geïnspireerd te raken. Dat klinkt een beetje arrogant, maar dat is nu een keer zo. Ik heb... software geschreven die ik geschreven heb toen het idee nog niet rijp was. En die software is ook in gebruik genomen, soms door mezelf. Hè, dat ik een module schreef en dan ging ik die module gebruiken. En dan kwam ik er na een tijdje achter van, oh ja,
Ja, eigenlijk was dat idee helemaal nog niet rijp. Ja? Wanneer ben je er al wel mee aan de slag gegaan en dan is altijd werk punt 1 voor niks geweest. Punt 2, je kan het overnieuw doen en dan beter. En punt 3, het grote geheel, alles bij elkaar, kost je ook nog een hele hoop extra werk. Want je hebt het al in gebruik genomen, dus al, ja. Als je een slecht huis bouwt, dat is heel vervelend. Maar het is nog veel vervelender als je inmiddels al in het slechte huis bent gaan wonen. Want dan moet je ook nog verhuizen naar een huis wat wel goed is. Dus ik, nou ja, een aantal uren in de week dat ik andere dingen doe, dat is alleen maar goed. En dan kan ik terwijl ik, en daarom wil ik dan graag zoiets doen als huishoudelijke ondersteunend werk of zo, hè. Want daar hoef je niet heel hard over na te denken. Dat is gewoon eventjes nadenken en dan goed vragen van wat moet ik allemaal dweilen? Moet ik tot aan die deur? Of de vrouw zegt nee, je hoeft niet tot aan de deur. Tot aan hier moet je dweilen. Oké. Okay. En langs de plinten en zo? Ja, wel langs de plinten. Ja, oké. Okay. En dan daar beginnen, hè? Bij de trap. Ja, zegt ze, bij de trap. Nou, en dan ben je even aan het nadenken geweest en dan is het een kwestie van dweilen. En onder het dweilen, ja, daar hoef je niet na te denken. Hè? Nou, niet heel veel, trouwens. Hè. Dan kan ik lekker mijmeren. En dan zie ik van die schemaatjes zo voor me. En dan... Eventueel neem ik een notitieblokje mee. En als er dan koffiepauze is, dan... ik zal waarschijnlijk toch in mijn eentje moeten koffie drinken. Zo zag het er al uit. Maar dat is ook niet gegarandeerd. Maar anyway, dan heb ik een momentje dat je even kan zitten. Ik rook niet meer, dus... Krijg je nog steeds wel koffiepauze, theepauze. Dan kan ik even wat aantekeningen maken en die neem ik lekker mee naar huis. Hier heb ik zo'n prikbord, daar prik ik al die aantekeningen op. En dan voel ik wel die inspiratie komen en denk ik, ja, we gaan aan de slag. Dan ga ik weer lekker programmeren. Ik heb dit nog niet bereikt. Maar de kans dat ik dit bereik, die is. En als me dat dan nu niet lukt, dan lukt het me over... Ja, ik hou er niet mee op. Het is mijn wil, namelijk. En die wil, die wil tot macht komen. Punt. En daarvoor is het nodig dat ik geen slaaf ben. En dat ik de macht heb over mijn eigen bestaan. Ik had het met mijn moeder al erover. Over mijn nieuwe carrière move. En mijn moeder zo... Ja, maar... je kan toch veel meer verdienen als je... Ik ben landbouwkundig ingenieur. Master of Science... is mijn internationale titel. Een Master of Science. Ja, natuurlijk kan ik. Ik zou kunnen gaan voor €6.000 in de maand, hoor. Ja. Ja, zei mijn moeder, want dan kan je mooi je kind bijstaan. En mijn dochter studeert namelijk. Ja, ik snap dat mijn dochter wel een centje kan gebruiken, maar... Van mij? Ja. Ik heb echt een hele hoop dingen gedaan voor mijn kind. En mijn kind, die als het bij mij niet voor elkaar kreeg... dan zat heel veel hulp Sinterklaasen, zullen we maar zeggen. Wat ze van mij niet kreeg, dat kreeg ze wel van Piet. De een of andere vriend van de moeder of een ex of zo. Maar die moeder had altijd wel een oplossing. Papa wilde niet doen? Dan bel ik Joris even. En dan komt mijn dochter van, nou, Joris heeft het lekker gedaan, hoor. Nee, nou ja, goed. Dan mag dus nu Joris ook wel een keer financieel bijspringen. Toch? Of niet? Moet ik een of andere zeurbaan om mijn dochter financieel bij te springen? En trouwens, financieel bijspringen, dat doe ik. Gewoon naar vermogen. Ik heb de laatste €1.000 overgemaakt. Nou ja, in elkaar, nee. 1100 heb ik. 1100 heeft ze gekregen. En de laatste keer dat ze bij me was, kreeg ze een tientje van me voor in de kroeg. Ze zou nog uitgaan. Ik zei, hier,
kan een wodkaatje kopen. Of wat anders, zie maar wat je wil. Oh ja, en een zak snoep. Dat is ook graag. Ja, en wat mijn moeder dan op zo'n moment zegt, dat ik, ja, dat kan je wel willen, dat, maar ik ga er echt niet naar jou luisteren. Waarom? Ik ben geen slaaf. En ik wil niet even, ik ben niet rancuneus over die scheiding en alles, maar ik heb wel gezien wat er gebeurd is. Dat mijn rol als vader, die was helemaal niks. En het enige wat dan overblijft, is een, dat je de rol mag nemen van de wandelende pinautomaat. Even pinnen bij mijn pa. Nou, kom op zeg. En er waren ook wel beslissingen hoor. Waar mijn dochter dan zelf, oh, die wil dit, dat wil gaan doen of zo. Hè? Dat ik tegen haar zei, van, nou, dat vind ik helemaal niet goed. En dan keek ze mij zo avond op de thee, van, ja, wat heb jij nou te vertellen? Mama vindt het wel goed. Ja. Ik denk, nou, laat die moeder dan maar komen met de portemonnee te trekken. Die heeft toch alles bepaald voor het kind? Nou dan. Een beetje relax zien, snap je wel? Ik laat me niet piepelen, wat is dat nou? En dan kom je terug naar die wil tot macht. Hè? Waar ik dus denk, nu dan, hè? Sinds vanmorgen. Toen het dus viel, als het ware, dat kwartje. Met dat beeld van die man in velp. Gescheiden van zijn vrouw met een klap alimentatie. Daar, daar kunnen drie modale gezinnen kunnen leven van de alimentatie die die ex krijgt. Of twee modale gezinnen. En dan mijn situatie in dat ik dacht, ja, ik heb meer te vertellen in mijn eigen leven. Over mijn eigen leven dan die mannen. Dus ik ben machtiger dan hij. Ja, maar Piri, jij hebt het wel heel makkelijk, want jij bent niet materialistisch. Ja, dat klopt. Want materialisme is hartstikke dom. Dat was Schopenhauer ook niet. En houden van spullen. Nou, en als je het hebt over mijn spullen. Kijk, de spullen die ik heb niet veel spullen. Maar de spullen die ik heb. Ik zit dan altijd geintjes te maken over de Renault Clio. Want dat noem je toch geen auto. Ja? Andere mensen hebben een auto en wij hebben een Renault Clio. Maar dat zijn geintjes natuurlijk. Ja. Ik ben hartstikke blij met die Clio, man. Het is een half uurtje lopen voor mij. Dan kan je zeggen, ja, je moet een half uur lopen voor je auto. En die man, die Philip, ja, die loopt zijn woning uit. Nee, die hoeft die woning niet eens uit. Hij heeft een inpandige garage. Hij gaat naar zijn inpandige garage en dan drukt hij op zijn knopje van de afstandsbediening. En dan gaat die deur open van de garage. Ja. Maar hij moet iedere dag in zijn auto zitten, snap je? En ik deel die Clio met Martin en Wim. En Wim die onderhoudt de Clio. En ja, kom op man. Dus wie heeft er nou meer macht? Goede spullen. Ik heb een goede auto. Een klein dingetje. Maar ja, Wim haalt er af en toe de stofzuiger erin. En er kan toch verbazingwekkend veel in. Nou, ik heb hier nog twee gitaren, maar dat zijn hele mooie gitaren. Nou, drie fatsoenlijke laptops. Goed netwerk. De computerspullen genoeg, een goede printer, een goede scanner, een goede... En een leuke boekenkast. In de keuken is ook alles voor elkaar. Zelfs een slagroomklopper, weet zo'n ding. Maar niet alleen slagroom mee kloppen, maar je kan ook deeg kan je ermee kneden. Er zit een ding op, je kan hem zelfs ombouwen tot staafmixer. Dat is helemaal handig.
gebruik dat nooit, maar goed. We hebben een mooi gasfornuis, echt gas. Een ouderwetse met een gasoven. Precies wat je wil. Een magnetronnetje, gewoon een simpel dingetje, werkt al tierenlier. Mijn koelkast, die mag, irriteert me een beetje aan. Die is een beetje aan de opkant. Maar dat mag ook wel, dat ding was al oud en bejaard toen ik hem overnam van de vorige bewoner hier. En we zijn nu 9 jaar verder. Dus. Ik moet maar een keer gaan informeren bij zo'n witgoedleverancier. Ja, daar komen we wel uit. Maak me daar geen zorgen over. En dat is dan dus dat besef dat die macht gaat over de macht die jij hebt over je eigen leven. Heb jij macht over je eigen leven? En belangrijk natuurlijk, heb je een wil? Wil jij iets? En kan je die wil tot macht laten komen? Dat heeft dus niets te maken met dat Friedrich Nietzsche de favoriete filosoof was van Adolf Hitler. Want ik denk dus nu dat Adolf Hitler, voor zover hij dan Friedrich Nietzsche had gelezen en had gezegd, dat is mijn allergrootste filosoof. Voor dat ook maar heet op zijn Duits. Maar als Hitler dat gezegd zou hebben, denk ik nu dat Hitler dan hem verkeerd heeft begrepen. Want Hitler was helemaal geen baas in zijn eigen bestaan. Dat ga je mij niet aan mijn fiets hangen. Het was een loopjongen, een schoothondje van de paus en ik denk dat Hitler dat wist. En ik denk ook dat Hitler wist achteraf wat hij Duitsland heeft aangedaan. En het zal toch niet zo zijn dat hij toen gedacht heeft, hè, toen hij erachter was gekomen wat hij Duitsland heeft aangedaan. Hoe hij dat Duitse volk vernederd heeft. En het Duitse volk hun mannen zich kapot heeft laten vechten in zinloze strijdtonelen, bijvoorbeeld in Stalingrad. En dat Hitler toen gedacht had van, ha 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 ha, altijd al gezegd, ik ben een Oostenrijker en dat blijf ik ook. En dat waren maar stomme Duitsers. Ja, dat zal toch niet, hè? Ik bedoel, de waarheid komt naar boven, beste mensen. Nou, ik vond het een goeie over de moraliteit en de wil tot macht. Ik hoop dat het inspirerend was voor jullie ook. Misschien moet je wat minder willen. Of misschien moet je andere dingen willen in je leven. Kan ook. Misschien dat je wat wil. En dat tot gevolg heeft dat je de godganse tijd allerlei dingen moet doen. Omdat jij zo graag iets wil. En dat je vervolgens daarmee de slaaf wordt van Jan en alle man. Omdat jij zo graag iets wil. Ja, maar dan kom je niet tot macht. Want dan ben je een slaaf. Dat is ook iemand meegemaakt. Dat mensen mij zo toespraken. Mijn moeder dus. Hè, nou, zou je nog niet een baan gaan zoeken met meer geld? Ik denk, nou ja, dat mag je wel zeggen. Maar ik doe het toch echt niet. Dus er zijn er meer mensen geweest in mijn leven, hoor. Die zeiden van, nou, dat moet jij, zoals jij dat aanpakt, zo moet je dat niet doen. En ik, bemoei je met je eigen. Ik doe wat ik doe, maar vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe en misschien is dat dom. Dat is een tekst van, ik ga afsluiten, hoor. Dat is wel leuk voor jullie om te weten. Dit is een tekst. Van ik doe wat ik doe, van Lennart Nijg. Ja, ik heb nog een paar minuten. Ah, kom op, nog eventjes. Dus, ik kom er nu toevallig dan op. Hè? Lennart Nijg. Met een A-E, Lennart Nijg. En dan ik doe wat ik doe.
En Astrid Nijg heeft dat gezongen. Door haar toenmalige echtgenoot Lennart Nijg. Even kijken hoor. Even kijken, Astrid Nijg. Blijf me even hangen, wat heel leuk. Nou, Astrid Nijg was de vrouw van Lennart Nijg. Lennart Nijg was een tekstschrijver. En die heeft geschreven voor de... weet je nou, kom op. Boudewijn de Groot. En Boudewijn de Groot, die heeft seks gehad met Astrid Nijg. En iemand zei tegen mij dat Lennart Nijg dit had geschreven voor zijn vrouw om duidelijk te maken wat voor een hoer het was. En Astrid Nijg is dat nummer gaan zingen na de scheiding met Lennart. Ja. Ja. Ik doe wat ik doe. En vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe. En misschien is dat dom. Maar ik vraag toch ook niet aan jou waarom jij het hier doet. En niet bij je vrouw. Ach, kom nou. We doen wat we doen. Ja, kijk, ik ben niet voor prostitutie hoor, zo moet je het even niet zien. Maar mensen die tegen mij zeggen, jij moet dit doen, jij moet dat doen, dan denk ik, ja, morgen brengen, homo. Of homolien. En zoals de Grieken zeiden, het allermoeilijkste wat er is, dat is om jezelf te leren kennen. En het allermakkelijkste wat er is, is om een ander te vertellen wat hij moet doen. Hier. Nou, en dan zeg ik op zijn hamburgers, tjus. En dag, non-materiële materialisten. Nee, zeg nou, non-materiële moralisten. En doe maar lekker wat je wilt doen.